Oh, hij is dogshit, daarom, daarom. Notaris, je bent dogshit, man. Je bent niet op mijn niveau, vriend. Oh, hi, Pat. Hoe heet je achter Notaris? Hoe heet je als B? Hey iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we random kijkers joinen in Creative. We gaan kijken wat hun reactie is. We gaan wat 1v1's doen, wat zone wars, wat boxfights. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Dus laten we snel beginnen. Voordat we verder gaan met de video, wil ik jullie graag even vertellen over de sponsor van deze video. Ik wil namelijk even SB Supply bedanken voor het sponsoren van deze video. Zij hebben mij namelijk een super toffe stoel opgestuurd van Gear for You. Wat zal jullie niet verbazen, maar Gear for You van SB Supply is dus een gaming chair. Binnen de branche van gaming chairs is deze stoel relatief goedkoop. Ik geef natuurlijk mijn eerlijke mening over deze stoel en dat kan ik pas doen als ik hem een paar dagen gebruikt heb. En ik heb hem nu al, denk ik, 2 weken in gebruik. Zelf merk ik dat de stoel wat minder breed is dan andere gaming chairs. Dit vind ik zelf erg fijn, want hierdoor zit je wat steviger in de stoel. Want wat je meestal merkt bij gaming chairs is dat die eigenlijk alleen maar gebruikt wordt omdat het er cool uitziet, goed bij de setup past. Maar eigenlijk zijn ze in vergelijking met bureaustoelen helemaal niet zo goed voor je rug. Bij deze stoel merk ik dus juist wel dat die erg comfortabel is en dat ik een rechte rug kan behouden en hierdoor dus gewoon heel fijn lange uren achter elkaar kan gamen. Nogmaals, ik zou jullie echt geen stoel aanraden die ik zelf niet fijn zou vinden. Dus ben je nou echt geïnteresseerd en ben je op zoek naar een nieuwe gaming chair? Bekijk dan het linkje in de beschrijving van SB Supply, de Gear for You gaming chair. Oké, ik ben nu de lobby van Tijn VB 2004 gejoind. Geen idee of die me kent, geen idee of ze praat in game. We gaan gewoon een paar rondes meedoen en kijken wat hun reactie is. Voor de mensen die het opvalt trouwens, ik ben teruggegaan naar Nedef. Ja, dat was het eigenlijk leuk. Wat? Tijn! Alweer Tijn! Wie is het? Aris. Aris. Joint, hè? Ja, wat boys. Hallo. Yo. Ik heb 2 box. Ja, toch? Ik kan dat thuis. Accept mij, man. Ja, is goed. Accept mij ook. Oké, boys. We gaan blijkbaar 2 versus 2 doen, hoorde ik net. Dus laten we kijken of we deze boys even kunnen pakken. Oké, okay, ik zit met deze man in het team, dus we gaan kijken wat we gaan doen. Let's go. Ja, wacht even. Is je trio van buiten? Hey, ja. Nee. Je hebt een film? Nee, ik heb Nice. Yeah. Wil je alsjeblieft potje duo's? Ben je allergrootste fan? Liam is daddy. Yo. Oh my. Yo, Guus. Yo. Alright, gaan we even playen. Shit. Ja, kom even movies aan of zo. Ja, toch? En Guus. Yo. Wil je even je DM kijken? Ja, toch? Yeah. Wow, ja, dat is zo fun. Ik word uit, yo, shit. Oh, Guus. Heb je er niet iets mee halen? I know. Nee! Oh! Oh. Echt een boze idee. Ik heb een boze idee. Oh shit, Guus. Ja, ik ben dood. Ik had 1 HP.
not flicker too. Oh my god, he's so good. En mogen we video gaan maken eigenlijk?